Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag zijn we terug met een nieuwe GTA 5 online pimp sessie. Want vandaag gaan we weer in GTA 5 dus een nieuwe auto pimpen. Of ja, een auto die is al gereleased. Maar ik dacht, het is lang geleden, we gaan nog een keer pimpen. Want je hebt hier namelijk op je internet besteld in San Andreas een nieuwe auto, de Dinga Kanjo SJ voor een 1,3 miljoen. Ongeveer 1,4. Dus die gaan we vandaag ook gewoon gaan pimpen. Hij staat hier ook naast me. En ik heb hem in het blauw gedaan. Dus je ziet hem hier. Prachtig. Nee, eigenlijk is het echt een fucking lelijke auto. Maar we gaan kijken hoe goed we die kunnen shooten. This vehicle can be stands via de vehicle section of interaction. Huh? Ze hebben allemaal nieuwe dingen toegevoegd. Oh, hier. De vehicle stands. Oh, je kan hem gewoon... Wat? Je kan hem al gewoon lager aan de grond zetten. Sinds wanneer kan dat? Hier de hydraulics kan je ook gaan aanpassen. You do not have the hydraulics installed. What the fuck? Huh? Vehicle roof up. Je kan alles aanpassen. Sinds wanneer kan dat in GTA? Dat heb ik nog nooit gezien. Of is het alleen bij deze auto? Holy damn. Dat heb ik nu nog nooit gezien. Ik weet niet waar het naartoe rijdt. Hij rijdt echt beroerd deze auto, maar we moeten gewoon naar een pimpzaak. Dus ik weet niet waar het naartoe rijdt eigenlijk zo. Ik kom niet op mijn woorden, ben allemaal net wakker. Ik ben al 3 uur wakker hoor, maakt niet uit. Maar we gaan even naar de pimpzaak kijken hoe we hem kunnen tunen. We zijn bijna bij de pimpzaak en ik moet echt zeggen dat ding rijdt kak, jongen. Holy macaroni, jongen. Dat ding stuurt ook aan geen kanten. Kijk dan, wat een draaicirkel. Ik denk dat we een verkeerde aankoop hebben gedaan. Oh, de drift ging niet zo goed ook. Nou, ik denk dat we een verkeerde aankoop hebben gedaan. Maar misschien kunnen we hem nog zo goed aanpassen. Dat hij echt een beast van een beast van een auto wordt. Want de armen zetten we er natuurlijk niet op. De remmen wel natuurlijk. De bumpers. Street bumper. Street bumper nog een keer. Racer bumper. Drift bumper met intercooler erbij, de turner, of de turner, de tuner bumper en de ARC bumper. Ik denk dat ik voor de drift bumper met de intercooler ga, eerlijk gezegd. Of de waarom begint het al meteen zo moeilijk? We gaan voor de ARC bumper. Ik vind het best. Achterbumper, de painted. Oké, dat vind ik wel mooi. De tuner bumper, de racer bumper. Ja, de racer MK2. Nee, dat past niet bij de auto. Deze street, ja. Dat nee. Wow. De time attack. Oké, dat zie je niet veel. Dus daarom doe ik het. Ik vind het echt gaaf. Ik vind het ook een gaaf bumper. De airfilters, ja, natuurlijk. Dat pas ik wel niet aan. Maar ik vind, weet jullie wat ik... Zo, ik kom echt niet in mijn woorden vandaag. Je weet wat ik ervan vind. Van dit soort dingen. Pure geldverspilling. Dus ja, moet je kijken. Wil je zo'n stang hebben, dan kost het je al 30k. 31k voor de duurste. Ja, ga weg. De uitlaat. De dual exhaust. Nou, dat zijn wel fijne piepen. Daar zijn we niet echt mee blij. Kijk, daar worden we wel een beetje blijer mee. Hier worden we zeker blij mee. Kunnen we geen piepen omhoog krijgen? Nee. Een beetje jammer. Chrome. Ik denk dat ik gewoon voor de Chrome Big Bore. De Big Bore. Chrome Big Bore exhaust. Hoppa. De fenders natuurlijk. Ja, dan doe deze, de primary. Dat is zo lelijk dat je, als je de rest kan meekleuren, dan vind ik het prima. Hood catches, dat zetten we nooit op. Ook geldverspilling. Dan de hood zelf. Vented hood. De vented MK2 hood. De drift hood. Yeah, je kan het gewoon helemaal doorzichtig maken. Laten we dat maar niet doen. Ja, ik denk dat ik voor deze ga. Ja, we gaan voor deze. De drift hood. Hoppa. De truckhorn gaan we er ook natuurlijk op zetten. De interieur kunnen we wel gaan doen. Ja, hou het maar bij race interieur. Hoppa. Dan de deurtjes kunnen we ook gaan aanpassen. Ook al, ja, dat zie je wel redelijk vaak.
Weet je, hou het gewoon basic. Voor mij hoeft dat allemaal eigenlijk echt niet. De seats, dat vind ik dan wel belangrijk. Ik wil wel echt goede seats hebben. Hou dus rood. Maakt niet uit. Ik weet het ook anders niet. En het stuurtje. Ja, laat maar zitten, het stuur. Dat zie je toch bijna nooit. Ja, dat zijn allemaal zo van die kleine dingetjes. Wel leuk, maar je hebt er toch niks aan. Deze zetten we wel op. Een neonkitje. De kleur doen we wel later. Kunnen we ook een livery opzetten. Want we hebben de Dinka Black Stripes, White Stripes. Shoppinglist. Nou, ik weet niet waarom een shoppinglist zou je erop zetten. Black Waves. Oké, dat vind ik wel nog leuk. White Waves. Sketched. Oké, dat maakt hem zo'n beetje cartoonistisch, vind ik. Zo precies een autootje die je zo kan neerzetten in Borderlands of zo. De Channel X. Dat vind ik ook wel een leuk. Atomic, de prinsessen. Ik denk echt serieus dat ik voor die Borderlands dingen ga. Het lijkt een beetje op zo. Ik kan hem. Het is echt precies gewoon getekend. Dit. Vind ik wel leuk. Sketch speed. Hoppa, zetten we zo die erop. Ja, dit hoeven. Ik heb hier eigenlijk nog nooit naar gekeken. Want dat is gewoon om je om te trekken. Maar misschien stond er iets nieuws bij. Dat ik niet weet. Je weet maar nooit de GTA. Kijk, die spiegeltjes vind ik wel leuk. De GT mirrors. Zo, dat zijn leuke spiegeltjes. Ga voor de GT mirrors. Hoppa. Dan yellow en black erop zetten. Primary. Primary. Zo, die kwam er raar. Primary color. Ja. Kijk, oh, ik vind dit echt gewoon bruut, maar ik denk ook voor wel metallic kleur kan gaan. Het zwart kan hier ook, of iets naar de grijze tint. Oh my god, waarom is dit zo leuk? Ik ging niks zeggen. Eerlijk is eerlijk, in transitie en in oranje, oh my god. Ik kan zoveel kleurencombinaties doen met deze. Oh. Ik vond hem in blauw wel leuk, maar eigenlijk in het grijs vind ik hem echt over de top. En in het wit is hij ook wel mooi. Dit is wit en je hebt dan grijs. Of dat is zilver, wacht. Heb je grijs? Ja, zilver is een beetje grijs. Wat zouden jullie doen? Zilver of wit? Ik denk toch dat ik echt meer naar het witte ga. Maar misschien dan een beetje. Niet echt wit-wit. Maar een beetje grijzer wit. Als je snapt wat ik bedoel. Gewoon dit. Dit wit. Ja, we gaan voor deze. Ik vind het best. Secondary color. Ik weet niet wat dat aanpast. Eigenlijk echt niks. Dus dat boeit niet. Ja, dan de trim color. Kunnen we. Oh ja, dat verandert ook niks. Geen geld verspillen, het is crisis, jongens. Rollcage, dat kunnen we natuurlijk wel erin zetten. Hè. Street. Oh, het ziet er meer van achteren, ja. Ja, ik denk dat ik gewoon voor de laatste ga. Zie je toch een beetje meer door je achterraam, anders zit het allemaal door elkaar. Roofins, zo. Kan je ook aanpassen. Ik zou weinig hier wit pakken. Iets van zwart of zo. Of ja, dat spoilertje is wel leuk. Doen we roof spoiler erop. Hoppa. En dan de roof zelf. Een antenne kan je erop zetten. Oh my god. Is voor de wind. Ga gewoon de antenne erop zetten. Dat lijkt het echt zo'n autootje. Die mijn afstandsbediening kan besturen in Borderlands. Oh my god. Dan nog een streep. Kijk, dat is wel leuk. Ja, doe gewoon het laten doorlopen. Skirts kunnen ook. Oh my god, dit wordt leuk. Ik denk dat ik met dat roostertje ga. Hier, je GT skirts. Hoppa. Ik vind dit echt een brute bak. Eerlijk is eerlijk. Moet je gewoon aan het begin nadenken hoe dat hij eruit zag, hè? Dat is echt een hele verandering. Deze. Zou dat leuk zijn van voren? Op zich, op de achterkant heb ik ook zoiets. Dus eigenlijk op de voorkant zou je dat dan ook moeten doen. Dus we gaan voor deze. Je moet een beetje matchen voor en achter. Hoppa. Dan kan er nog een spoiler op. In principe kan het wel een groot spoilertje zijn hoor, die erop mag. Oh, met die fucking livery er nog een keer over. Dat zou mooi zijn.
Ja, ik denk dat ik gewoon voor deze ga. Ja, ik ga voor deze. Ik vind van voren en van achteren hangt hij een beetje langer zo met die splitter. Dus hier mag er ook nu een beetje een soort splitter op. Sunstrip. Doe we niet. Suspension, die banden gaan. Oh my god. Oh. Oh my god. Ik denk niet dat we hem zo laag mogen zetten. Ik denk dat we street suspension dat het net goed gaat. Dus we gaan voor deze. Dan transmissie erop. Turbo erop. Dan moeten we nog de wielen. Maar ik denk dat we voor street moeten gaan, eerlijk gezegd. In wielen ben ik nooit zo goed. Ja, gewoon van die grote velgen. Deze kan wel. Mijn banden staan nog schuin hoor. Holy shit. En wheelcore doen we dan wel black, anders is het te veel wit. Dat doen we er niet op. Bulletproof tires natuurlijk wel. En de white smoke. Op zich moet er geen smoke op. En de windows blenderen. En dan is hij klaar. Oh my god. Ik vind deze echt prachtig. Eerlijk is eerlijk. We gaan even naar buiten kijken of het licht is. Bijna licht, dus we moeten nog even wachten. Zo, we staan hier en dit is gewoon het totale plaatje. En ik vind hem echt bruut. Ook met dat op het raam, die maakt het gewoon volledig af. Achtersplittertje, mooi. Met de spoiler erbij. Echt goede velgen ook, moet ik zeggen. Dakje erbij, roespoiler erbij. Voorsplitter erbij, vented hood erbij. GT-spiegels erbij. Hoppa, alles erbij. Alleen die bandjes, hoe dat die aan de grond staat, dat vind ik, is te laag misschien. Maar ik vind het echt gewoon een mooie verschijning van een auto. Eerlijk is eerlijk, dit is echt wat ik een beetje gedacht had bij deze auto. Gewoon helemaal tunen. Of ja, eerst helemaal kut en dan tunen. En dan is hij echt een monster van een auto. Dus dat is hij ook geworden. We gaan even een stukje rijden. Alleen merk ik wel al dat hij zwaar aanvoelt ofzo. En dat is ook wel logisch met al die shit dat ik erop gegooid heb. Hij is ook niet heel snel. En in de bochten gaat hij het waarschijnlijk ook niet helemaal doen. Oké, hij doet het wel beter. Misschien door mijn bandjes die een beetje schuiner staan. Oh. Dit is weer een jammer vriend. Hij stikt zijn middelvinger op. Bro, wat doe je? Nee, en qua wheelspin is hij ook wel heel erg. En optrekken is hij ook wel heel traag. Maar ik denk, als ik er op full speed zit, dat je wel gewoon kan doorgassen. Ook niet te snel, want volgens mij is dit ongeveer het snelste. Dit is het snelste, hij is echt niet heel snel. Sneller dan dit gaat het niet worden, jongens. Nee, sneller dan dit gaat het echt niet worden. Misschien naar beneden wel nog even, maar dat is het ook. Nee, ik vind het wel echt een mooie auto. Je kan hem echt alle kanten op tunen. Je hebt heel veel dingen, mogelijkheden dus. Voor zijn geld een 1,3 miljoen was hij. Misschien wel iets aan de dure kant, maar het kan ermee door. Goedkoper dan andere. Dus ik zou zeggen, dat was de video. Heb je genoten? Dus ik duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal te drukken. En dan zijn we de volgende keer weer terug met een nieuwe GTA 5 online. Per sessie. You.